De resortsraadsleden van Munder willen de nood in hun woongebied verlichten. In dat kader doen zij vaker donaties aan diverse instellingen in en soms ook buiten het resort. Resortsraad Munder heeft gisteren een donatie gedaan aan Stichting De Stem, een centrum voor drugsverslaafden. Voorzitter Jitendra Bisisser geeft aan waaruit de donatie bestaat. Een van de donaties die we geven is ook voor het visserproject waarmee we bezig zijn. We krijgen vissen van een visserijbedrijf, Moti. En vandaar dat wij die vissen ook doneren aan verschillende instanties. We hebben vandaag gekozen voor de Stichting De Stem om de vissen te doneren vandaag. Dat is voor zo. En wat bedoel is dat we ook gaan doneren ook buiten Munder. Dus elke kwartaal doneren we 5 kilo, soms 10 kilo, soms 15 kilo aan af wat we krijgen van de donateur van ons. Shailes Ramdin, secretaris van de Resortsraad Munder, zegt dat zij ook een petflessenproject van Stichting De Stem ondersteunen. Met dit project kan de stichting wat bijverdienen. Wij als resortraad hebben dus ook toen direct actie ondernomen om zeer zeker ook mee te doen. Waarbij de resortraadsleden zelf hun petflessen opsparen, maar ook zeker onze contacten die we hebben in de buurt en ook wij zelf maken dus ook de reclame dan dat men De Stem kan blijven ondersteunen. En vandaag ziet u dat we dus een aantal zakken hier hebben gedoneerd. Waarbij die afkomstig zelf zijn van de twee RL-leden ook, die hier achter mij staan. En ook van twee buurtbewoners. Dus zo proberen we ook maandelijks het project te ondersteunen. Ramdin zegt dat de resortsraad Stichting De Stem maandelijks wil ondersteunen met het petflessenproject.